Er komt een HBO-opleiding voor landmeetkundigen om het tekort aan landmeters in het land op te lossen. Directeur Glenda Heijkerk van het MIGLIS zegt aan onze nieuwsdienst dat het niveau van deze opleiding omhoog moet worden getild. Nou, het was een IDB-project dat de vorige directeur, tenminste met medewerking van de vorige directeur, al gesprekken waren gevoerd, ook met de opleiding in België. Omdat die opleiding van België aansluit bij de Surinaamse situatie. En met het vertrek van de voormalige directeur, thans minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, was dat project stopgezet. Dat hebben we nu weer opgepakt, de gesprekken worden gevoerd. En van daaruit gaan we samen met het PTC ervoor zorg dragen dat die opleiding dus dan weer komt. Zoals u weet hebben we slechts 17 landmeters in Suriname die een universitaire opleiding hebben gevolgd. En daarnaast hebben wij geen HBO-opleiding, wel de MBO-opleiding op het NATO landmeetkunde. En de behoefte is groot. Heijkerk zegt dat het MIGLIS veel behoefte heeft aan landmeters om de uitoefening van de expertise binnen het vakgebied te versterken. De HBO-opleiding is volgens de directeur één waarover er al jaren geleden ideeën bestonden. En zal de realisatie dan ook een duurzame invulling zijn in de specialisatie landmeetkundige.